De nieuwe Niven. Zo kondigt Niven Kunst zichzelf en zijn nieuwe restaurant in Rijswijk aan. Maandag 11 mei opende Kunst de deuren van zijn luxe eetgelegenheid. Veel relaties en vrienden uit het vak waren aanwezig. Wel een paar minder, grapte de zichtbaar ontspannen Kunst met een knipoog naar het recente verleden. Kunst moest eind vorig jaar zijn sterrestaurant het Raadhuis verlaten door een familievete. Nu is hij weer helemaal terug. Hoe ik ben, zeg maar, gewoon, zo is het restaurant ook, gewoon relaxed. Het moet allemaal ongedwongen zijn. Ja, en dat is wel heel erg gelukt hier zo binnen. Hebben we goed voor elkaar gekregen. En wel van een bepaald niveau. Ja, absoluut niveau. Dan. Gewoon kwaliteit, dat staat gewoon echt op nummer 1. En we proberen natuurlijk dadelijk gewoon weer ons best te doen om gewoon de kwaliteit weer een lat hoger te leggen. De afgelopen weken ben je hier bezig geweest met de voorbereiding. Vertel daar iets over. Nou, op het laatste moment waren er nog wel een paar dingen. Schilderen nog, moesten nog een paar gebeuren. Meubels moesten op het laatst werden ze aangeleverd. Behang moest nog gedaan worden. Dus er waren nog wel wat dingen. Maar het is bijna allemaal afgekomen. Maar ja, dat hou je toch. Dus we hebben nog een paar dagen. Wat verwacht je ervan, van deze omgeving, om hier een restaurant te runnen? Nou, dat is natuurlijk wel super omdat je 50 gratis parkeerplaats hebt. Alleen was dat met de opening niet genoeg. Maar terras, mooie rookruimte binnen. Dus we hebben geprobeerd om met iedereen rekening te houden binnen. Ja, nou, dat komt wel aardig in de richting allemaal. Dus. Heel veel gasten aanwezig tijdens de opening. Opening door de burgemeester. Wat doet dat met jou? Zeker als je terugkijkt naar de afgelopen tijd. Nou, ik ben blij dat ik gelukkig toch nog vrienden heb en kennissen en bekenden die wel zeg maar heel erg fijn vinden dat ik weer een restaurant begin. Ja, en daar ben ik hartstikke blij mee dat die mensen zijn gekomen. Dus. Want je refereerde in je openingsspeech, refereerde je aan de afgelopen maanden. Dat was niet helemaal prettig. Nee, die zijn achter me nu en ik kijk nu alleen om mijn vooruit. Ik wil gewoon vooruit, gewoon positief. En dan gewoon de draad weer lekker oppakken en verder gaan. Wat heb je geleerd van die periode wat je nu mee kunt nemen in het runnen van dit restaurant? Nou ja, goed, je leert het gewoon van alles. Ik heb natuurlijk echt een berg ellende over me heen gekregen. En ja, je leert gewoon een stuk duidelijker te zijn naar mensen. Sommige investeringen moesten we nu even maken. Ja, en dat waren gewoon op het financiële gedeelte hebben we dat nu helemaal onder de knie. En ik heb natuurlijk een hele organisatie zitten achter ons. Meneer Van der Kallen samen met zijn teamgroep. En ja, die staat achter ons. En daar maken wij gewoon handig gebruik van. In de speech refereerde je zelf aan die periode met opmerkingen vergeven. Is dat je gevoel wat je nu hebt? Nou, wij hebben. Het contact is er niet. Maar ze hebben dingen gedaan. Nou, ik vond ze niet goed. Maar ja, daar moeten zij mee leren leven. Ik ga lekker mijn eigen weg. En misschien komen we elkaar nog een keer tegen. Dus dat weet ik niet. De Allianz neemt jou meteen weer op. Wat betekent dat voor jou? Nou, dat was wel echt een waardering hoor. Daar was ik wel heel erg blij mee. Want dat waren toch collega's. En het zijn niet zeg maar collega's waar gewoon de top van Nederland bij zit. Nou, en dan ben ik wel heel erg blij dat ze voor mij een uitzondering hebben gemaakt. Maar ja, het was ook niet echt de normaalste zaak wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Maar dat ze 100% achter me staan, dat is wel duidelijk. Voel jij je een beetje het troetelkind van de Allianz? Ja, wel. Ja, dat vind ik wel. Ja, ze staan allemaal, natuurlijk nog heel ver boven me. En dat vind ik hartstikke prettig. En ik wil ook graag nog even low profile blijven. Nou, en dat gaat prima. Dat gaat prima. Ik ben blij met ze. Dus zij met mij, gelukkig. Allianz-voorzitter John Beren was onder de indruk van het nieuwe restaurant van Kunst. Ontzettend blij verrast bij binnenkomst bij de nieuwe Niven. Mooi restaurant Rijswijk van Niven Kunst. Eigenlijk een week een oud Allianz-lid en tevens ook weer een nieuw Allianz-lid. En wij gaan hem komend jaar steunen. Zoals ik al eerder heb verteld, hij krijgt een jaar een proeflidmaatschap. En ik hoop dat hij zich ieder jaar enorm waar zal maken. Waar wij overigens alle vertrouwen in zouden hebben. Anders hadden we nooit
lid laten blijven van onze club. Verder was het een feestelijke bedoeling in het zonnige Rijswijk met veel vrolijke en nieuwsgierige gezichten. Allianz-voorzitter John Beren was onder de indruk van het nieuwe restaurant van Kunz.